Na het verslaan van Barad spannen wij weer in de basis, waar wij 3 nieuwe missies gekregen hebben die eigenlijk allemaal over de Argeth Bazaar gaan. Wat wij niet weten is waar dat is. Kijk, dit lijkt een fast trail van een Isselink. Rest and leave. Even kijken. Hey, is dat Quintus? Ja. Hij leeft. Hey, friend. Hij leeft. I'm so glad you survived. I have nothing to say to you. Wait. What do you mean, friend? Hij heeft ons opgelicht. Are you mad at me because I didn't stop you from killing Barad? Stop me? You encouraged me to kill him. Don't speak such nonsense, friend. I just said that killing him was one choice. I didn't say you had to kill him. If the way hij heeft I ook said geen paarse huid meer, lijkt het. I'm willing to apologize, but please believe me when I say I didn't plan to hurt you. You... Forget it. It's my fault I got tricked by your words. But friend, there's one more thing you must help me with. Oh. Please, don't ignore me, friend. This is a matter of life and death for me. Life and death? As if I should believe anything you say. Quintus heeft een beetje ons vertrouwen geschaad. It's true. And there's a nice reward in it for you, if you can help me. I'll consider it. Reward? Altijd goed. Ask about this matter of life and death. You're talking about the things in this bag, aren't you? You really do know everything, friend. Yes, that's precisely it. We hadden al een tas met spullen gevonden. However, is this not yours? Huh? No. What I mean is, yes, this is what I dropped. But there's less of it than I remember. What a pity. But it is yours, right? I think so. I have far too many treasures on my hands. We hadden een zak gevonden met Quintus en spullen. What I mean is, I lost more than just this when I was running. But this should do. It may have been but a pittance in Barad's eyes, but to me, it's the key to living to see another day. Is that so? All right, I believe you. Ah, en wat levert mij dit op? Dat ik die quest item al gevonden had. Come, friend. Please accept this as a humble token of my appreciation. Ja, graag. Token of appreciation. You like, friend? Just let me know. I'll give you a discount. Hij is een shopkeeper. Anyway, don't go causing trouble in the shelter. Thank you for your concern, friend. Now then, let's talk business. Just let me prepare a moment. Quintus the Merchant. You can spend stardust to purchase supplies or sell supplies, okay. Okay, kan ik nog met hem praten ook? Oh nee. Ja, dat kan wel, maar of dat wat dan heb, weet ik niet. Cel, zijn er nog dingen die ik niet gebruik? Zoals dit silver slab. Damaged trinket. Ik weet niet of ik daar wat mee kan met een damaged silver trinket. Trinket design. Vulcane can make trinkets out of this item. Vulcane even gaan zoeken. Hier is ook een doorgang. Dat moeten we straks even kijken. Waar is Vulcane? Die staat hier. Dat is die vos. Can make trinkets out of items. You killed Barad? By the gods, why isn't everyone singing your praises? We should put up a monument in your name. I'm serious. Zij is wel blij. I don't know. Actually, they seem pretty upset with what I did. Well, you can't please everyone, but I'm sure what you did saved someone. So cheer up. Hey, sweetie, what's up? Graaf trinkets. Oh, daar had ik de spullen niet voor. Dat was het. Ik had al dingen gemaakt.
maar ik had niet de spullen om het verder te upgraden. Dat was het. Kan ik dan ook bij mijn profile meer trinkets had ik laten maken? Kijk. Geef mij allemaal bonussen. Aanzet. Even kijken. Nou zag ik net bij die merchant dat daar nog een doorgang was. Waar ik nog niet was geweest. Kijken wat hij nog voor sale heeft. How can this humble servant be of service? Self-starters, bombs, elixir of renewing. Reset all talent points. Oh ja. Craft items. Buy back. Oké. Okay. Nee. Alright. This is the way to Argus Bazaar. Oh, nou, dat komt dan even mooi uit. Daar moet ik zijn. Dat is wel heel toevallig. Dat is wel heel toevallig. Daar moet ik net zijn. Lekker. Argus Bazaar. Look for Marissa's whereabouts in Argus Bazaar. Flesjes meenemen. Kan het water in. Kijk, blauw visje is waypoint. Maar kan ook het water in. Is een kist. Kijken of het geen mimic is. Nee. Dat hebben we eerder al gezien, zo'n mimic. Dan werd ik in één keer aangevallen door een schatkist. Dat moeten we niet hebben. Starlight Orson. Hey, hier staat een enge man. Is het een vijand? Hey, little nee. Girl. Weird dress guy. Who are you? Poor stray. You must be suffering from stardust hunger. Need help? I don't need any stardust. Give it to someone weird else. Weird dress guy. You're running out of time. You're beautiful now, but you'll soon be just like everyone else. Ik kan er wel aanvallen. Oh. Hij verandert in een weerwolf. Hoi, joh. Destruction to the three. Almost. Weerwolf, wat is dit? Graan. The animal traits. Ritual knife. Etherus. This must be one of the cultists. Nice way to recruit members. One of the cultists. Wat is dit voor een knop? Kan ik niks mee? Kan ik er een throwing knife op gooien? Nee. Wat is dit? Een lift? Ja, het is een lift. The road to the Argus Bazaar is waar ik wil zijn. Look for Marissa's whereabouts in Argus Bazaar. Ik maak een aantekening in mijn schrift. Thick fog. Fire attacks. Daar is weer diezelfde knop. Hier liggen weer flesjes. Neem maar mee. Oh nee. Starlight ore fragment. Voor het upgraden van mijn wapens. Waar gaat dit heen? Geen vijanden te zien. Obscure sounds. Voice. Papa? Papa? Hier staat een huis in de fik. Er is ook een knop. Daar kan ik dit throwing knife op gooien. Dat doet niks. Ik heb een throwing knife. Oh nee, ik kan op dat vuur kan ik richten. Ah. Ah. De stem van papa lijkt zij te horen. Maar is dat ook zo? Citizen Square. Is there anyone out there? Er zijn mensen daar. Onder die gazebo. Ze teleporten weg. I just saw someone. And this is my save point. Disappear? Trial of Winds. Did they just activate? Yeah. Is
Er waren mensen die lijken verdwenen. Er zijn nog flesjes. Ik ben dus op zoek naar Marissa. Dit is de Arges Bazaar. Caged wagon. Looks like it's been used to catch a lot of people. It's hard to imagine living under martial law for 1,000 years. Nou, inderdaad. Kan ik hier naar binnen? Curfew in effect. Er is een avondklok. Daar staat een cultist. 2. Oh, er is een weerwolf achter mij. Die had ik niet gezien. Dit is weer zo'n rat die we in het begin ook hadden. Hij is ook dood. Geen items hier. Daar staat ook weer zo'n cultist beneden. Zie je dat? Hij valt mij niet aan. Hij sterft wel. Hier ligt allemaal niks. Er is een workbench met niks. Hierop ligt nog een beetje loot. Oh. Ik had mijn zwaard geüpgraded, hè? Altijd goed. Kan ik hier op? Mijn vraag, kan ik hier op klimmen? Ja. Throwing daggers. Hartstikke handig. Hier staat nog een weerwolf onder. Prik hem in zijn rug. Daar ligt een briefje. Die kan ik pakken. Check kan ik doen. Letter to Vulcane. Ah. Vulcane is onze chickie. Vulcane's missing tool. Nu ben ik hierboven. Hier is niks. Want wij zoeken Marissa. Wow. I've never seen so many fine tools before. And these Vulcane's missing tools. Starite heater. A magical spinning wheel. An arcane lock. They use starite in every facet of their lives. Inderdaad. The only powerful things we make in our city are weapons. Even when Ambari's situation stabilizes in a few years, we'll still have a long way to go before we can catch up with Aphis. Nou, het lijkt me dat we die zak met tools aan Vulcane kunnen geven als we weer terugkomen in de stad. Kan dit kapot? Nee. Hier zijn we geweest, dit loopt dood. Ja. Hier is nog een doorgang. Vuur, daar kan ik niet langs. Dan moet ik terug. Ik ga niet door vuur heen lopen. Huisjes, huisjes. Er staan nog wat cultists. Check. There's a sword and a piece of high quality cloth. It looks similar to Bion's sword. There aren't any new scuffs on it. It seems the fight ended quickly. High quality cloth, adorned with lace. Looks like it was torn off by razor sharp claws. This must be where the adherence guard and Marissa were ambushed. Marissa clues. Ah, een blauw visje. We gaan uitkijken, want als je beesten in vuurballen gaan gooien, dan wordt het wel gevaarlijk. Tijdig dodgerollen. Komt het allemaal goed. Hier, tijdig dodge rollen. Lekker slaan. Die beesten sneuvelen. Dat riool, dat wil ik denk ik niet in. Jawel, er liggen items. Er lopen ook vijanden. Ik denk wel dat ik daarheen wil. Eigenlijk.
van de standaard routes aflopen. Dan vind je misschien nog wat, hè. Kijk, extra flesjes. Altijd meegenomen. Marissa Clues. Daar vindt een ritueel plaats. Is dat ook weer een cultist? Is dat someone singing? Ik kan niks mee met dat beest. Er is een brief op de deur. Called up by the Legion, gone to Phelan Academy. Daar is een uil voor de deur. Oh, hier kan ik naar beneden. Kan ik toch even daar kijken. En hier is alweer zo'n weerwolf, die wacht op mij. Dodge rollen op tijd en blijven mappen. Dit blijkt wel een goede tactiek, gewoon lekker dodge rollen. Aangevallen door een rat. Kijk, tijdig dodge rollen. En mappen. En wat vinden we hier? Extra flesjes. Altijd handig. Het aantal flesjes is een maximum van 20, kom ik achter. Want ik had net 20, ik pakte er 2 op en het bleef 20. Deze man, daar kan hier niks mee. Dat zijn vijanden. Die ik niet kan aanvallen. Wat is dit? Een huis met een uil erop. Daar kan ik ook niks mee. Ik moet achter die beesten aanlopen, denk ik. Hier is een memory. Retreat to the Argus Bazaar. Hier ligt een enorme dode man. Zie ik nu pas. My lord, the harpies attacked us from behind. We were fighting the other beast. The Argus Bazaar is lost. And what about the magic ballistae? The ones in the street have all been destroyed. There must be some cultist who knows how they work. Yes, they came prepared. They're intent on crushing the Legion. No time to hesitate. We must pull back. Pull back? Order a full retreat back to Argus Plaza. Activate the defense array and get ready to launch Plan Iris. Plan Iris. What about the citizens? Do your best to bring them to the plaza. It's our most solid line of defense. We bear the warrior spirit of Aethys. As long as we can survive, we have a chance to fight back. As for the losses, I will bear that burden. Great bull. May you bless their souls and protect them. Great boom. Yes, full retreat! Cries of the Harpies. Harpijen van die enge vogels. Maar hier ligt echt een enorme dode man, zie je? Echt enorm. Is dat het soort vijanden wat we gaan tegenkomen van die reuzen? Schatjes. Altijd controleren of het mimics zijn. Hè? Gewoon een keer slaan tegen die kist. Starlight or Silver. Moet hier dan toch heen, denk ik. Wat is dit voor totem? Ik kan er ook niks mee. Wat gebeurt hier, joh? Wordt hier gedanst en gezongen? Dat is een harpie. Denk ik. That voice, it's hers. Is she a cultist? Er is een grote en een kleine, de Misty Song. Ik zag een grote en een kleine harpie. Dit zijn allemaal cultists, jongen, die hier staan te dansen. Maar goed, elke cultist die je kill is. Levert weer XP op. Yeah.
Hier, Pint of Stardust. Dan gooi de vuurbal. Dan gaan we weer een weerwolf. Die mij niet veel doet, zo lijkt het. Wat is dit voor ding? Check. Special War Readiness Order. Carrying weapons is prohibited. Wat staat hier? Een Minotaurus. Trek even een lantaarnpaal uit de grond. Gebruik even een speciale skill. Bam. Dat was effectief. Ik kan hier omhoog, ik kan hier naar links. Hier glimt iets. Faint light flashing on the ground. There's a rose in the starlight. Something this delicate could only be on an Aristoi. It must be Marissa's. There's some animal footprints. It looks like they've taken her. Marissa, maybe the neighbors know something. Both. Maybe the neighbors know something. Er zijn geen voice lines voor. It was taken her to the sublimated. It's at the plaza in front of the amphitheater. Cultists. Weer een weerwolf. Die probeert hier binnen te komen. Je hebt ook. Komt er ook eentje achter mij. Die heb ik niet gezien. Die heeft mij wel gedamaged. Die heeft mij wel gedamaged. Ik ben ook level up. Dus dan kan ik weer even zeggen. Ability points 2. Lek. Ik wil het een beetje eerlijk verdelen. Talent points. Waar was ik bezig? Hier. Increase maximum SP. Dat heb ik al. When using the daggers attack. Ik wil iets met mijn sword en shield doen. The spears parry. Moeten we ook blijven gebruiken. Actief. Met E. We nou in één keer overal weerwolven vandaan. Zie je? Oh, dat is een harpie. De eerste echte harpie die we tegenkomen. Die, oh, die doet daar even een goede attack. Slaan met de lucht. Neem even een flesje. Want hierboven lagen nog meer flesjes, zag ik al. Take. Kijk, neem me mee. Kan ik hier nog naar boven? Want hier liggen throwing daggers. Rodel symbols. Ah, dan kan ik mee fast travelen terug naar huis. Ik heb hier weer een weerwolf. Maar ik hoor ook achter mij alweer een beest. Dat is weer een harpie. Klein vogelbeestje. Pak alles aan, hè. Die beesten proberen mij gek te maken, maar dat trap ik niet in. Klein steegje hier. Drie vijanden. Die weerwolven slaan elkaar. Wat? Die weerwolven sloegen elkaar. We hebben deze gered. Thank you for saving me. Is hij nu mijn vriend? En niet Stardust. Hey. Hij steelt mijn spullen nadat ik hem gered heb.
Oh, die parry was succesvol. Lekker. Ik kreeg wat damage. Misschien was hij toch niet zo succesvol als ik dacht. Dan is hier verder niks. Nee. Dan vervolgen wij onze weg. Een helm. Dat is een kaartje. Ik dacht dat er een item achter lag. Dat is niet zo. Ik kan hier naar links en naar rechts. Daar is een grote boom met een teken. Hierboven zie ik zo gauw niks. Het ziet er ook wel uit als een locatie waar iets is. Right. Kijk, daar is een cult is. Dan ga ik toch eerst deze kant op. Eerst een beetje... Oh, wacht. Hier is een visje. Die wijst mij de weg. Nee, dan ga ik toch eerst hier naar beneden. Tegelijk slaan met mijn ability. Dat is wel handig. Ik heb ook best wel wat damage gekregen hier. Dan nemen we even de flesje. Wat kan ik hier bij deze boom? Niks. Is hier nog wat? Een kapotte kar. Kan ik hier nog overheen? Ja, er ligt een item binnen. Een gold slab. Oké. Dit lijkt dan weer op. Dat kan kapot, die zak. Hup, zie je? Pint of Stardust, ik kan hier naar boven. Dan kan ik hier op. Daar is niks. Zag er mooi uit, levert niks op. Waar gaat dit naartoe? Gaat het riool in. Marketplace, activate. Look for Marissa's whereabouts. Hier is een kist. Is niet een mimic. Oh, ligt hier een briefje. Even snel gezien, hè. Alles, onions, apples. Nou, dat is een goed briefje, zeg. Waar vinden wij Marissa? Ik pak even wat falling damage. Oh, wacht, dit is waar ik net was. Ja, bij het blauwe visje. Lekker, goed gezien. Goed gezien. Guardian Shrine. I know you're in there, but you can't hide forever. The Ephraim High Priest. A specific key is required. En het klinkt een heldhaftig muziekje. You need to open this door from another side. Oké. Okay. En voor die andere is een specific key nodig. Hier zit zo'n harpy. Een bone trinket. Ik moet inderdaad een beetje mijn dodge momenten goed kiezen. Dan kom ik er wel. Kijk. Drie minotaurussen. En weerwolven. Een speciale skill. Met hamer. Slaam in zijn rug. Timely dodges, heel belangrijk. Neem even een potion in. Die chef cult is praat met mij.
terwijl wij hier een fight aan het aan zijn. Aan het aan zijn. Aan het aangaan zijn. Ik gebruik mijn speciale skill. Laat mezelf hier slaan. Ik laat mezelf hier onnodig slaan. Ik moet voorzichtig zijn. Hij is dood. Alles is dood. You think that way because you are ignorant. Our form attacks from hunger and frost. So exactly what I'm doing. Hij gebruikt gekke fire skills op mij. Ik moet een beetje voorzichtig doen. Dat ik niet al te veel damage pak. Zie je dat? Of the Ethrus. The shrine is safe now. I should check the people inside. Yeah, the shrine is safe. Daar binnen zal dan Marissa zijn, denk ik. Is dit Marissa? You heard the sounds of Marissa. Are the cultists gone? Yeah. Yeah, I dealt with them. It's safe now. Thank you, stranger. It doesn't matter who you are. At least we're safe for now. What happened here? We're followers of the Three. With the city in chaos, we're unable to come to pray. We heard that the cultists were busy with the sublimation, so we took our chance. Hmm. You saw what happened next. It's quite embarrassing. You must be blessed by the Three. Yeah, save my cadeaus. Take this as a gift of gratitude. Marissa, daar kom ik voor. Geen voice lines. Zij is hier niet. Ze is hier niet. Harpy Eulalia. Try asking around in the basement. Nou, klinkt goed. Doron the Feather Giver. Hij is ook dood, ja. Immortal. Ice Enchantite. Continue to look for Marissa in the deep area of Argus Bazaar. Oké, dan moet ik dus hier naar binnen. Maar wat kan ik met een Ice Enchantite? Weet ik niet. Ik ga naar beneden. Ik neem nog even een flesje in. Hier zijn mensen. Oh, ice is voor ice damage. Oké, nice. Ice. Ik wil het een beetje eerlijk verdelen, had ik gezegd. Dus dat gaan we gewoon lekker doen. Talent points is voor mijn parries. Kijk, lekker alles op damage gooien. Wie zijn dit? Kan ik hiermee praten? Ja. Refugee A. Boehoe. Refugee D. Wie ben jij? Ik ben Hilda. Oké. Maar met die Ice Enchantite sla ik dus met ijs. Blijkbaar. Er zijn nog meer mensen. Activate. Slab, die geeft licht. Kan ik die lezen? Ja. Griffins. Refugee B. Die wil alleen maar Stardust zien. Wat is dit voor man? Refugee C. We hebben een goede naam ook. Pray. Nothing happened.
Okay. The plaza in front of the amphitheater. Oh ja, daar hadden we. Dat hadden we al gehoord, ja. Free. Praten gewoon even met iedereen. Ja. Een songstress, dat is die grote harpy. Ja. We zijn niet vrij. Nee, hier ligt nog een slab. Kijk, daarmee zijn we aangekomen op de Argus Bazaar. Ik ga daar even een checkpoint van maken. Doen we hier. Rest. Nee, dat is niet nodig. Ik heb vol AP. Checkpoint maken. En dan gaan we in de volgende video verder op zoek naar Marissa. Graag met jullie weer samen. Graag. Tot dan.